Hallo en welkom terug bij een nieuw Twents woord van de week met vandaag bozem. Is dat A, een ondeugende jongen, B, kwaadaardig of C, een schoorsteenmantel? Laten we kijken wat de mensen denken. Het lijkt me een zelfstandig naamwoord, dus kwaadaardig sowieso niet. En een schoorsteenmantel voelt gewoon niet goed. Ik denk bozem, dat denk ik gelijk aan boos. Dus daarom denk ik kwaadaardig, dat heeft wel wat meer met elkaar te maken. Ik denk B, kwaadaardig of zo. Ondeugende jongen. Ik denk A, ondeugende jongen. Bad boy. Hey. Ja, dat was het eerste wat in me opkwam. Nou ja, het lijkt een beetje op nozem. Nou, ik zeg B. Ik denk kwaadaardig. En waarom denk je dat? Omdat een beetje boos, zeg maar. Mm-hmm. En dan kwaadaardig, ja. Voor welke? Ondeugende jongens. Ik B. Ik zou zeggen schoorsteenmantel. Ja, waarom denkt u dat? Omdat die andere twee wegstreep. Zal ik maar de B pakken, kwaadaardig. Komt hij ook uit de buurt? Ja. Je bent wel een Twentenaar. Nou, dat niet, maar ik woon nu 5 jaar. Bozem is een ondeugende jongen. Ja, boos. Bozem. Klinkt een beetje hetzelfde. Nou, ja, je vraagt aan mij, wat is het, wat is het in het Twents? Ja. De buurman. Wat hebben we gewonnen? De eer. Dankjewel. Ja, jullie hebben het allemaal wel gehoord. Heel veel verschillende antwoorden van de mensen. Mwah, verschillend. Vooral tussen A, ondeugende jongen en B, kwaadaardig. Maar ja, er kan er natuurlijk maar één de juiste zijn. En ja, ik kan je wel vertellen. Je bent wel een klein beetje een ondeugende jongen als je op een bozem klimt. Dus C, een schoorsteenmantel.